2 te gaan. De laatste komt voorwaarts. Leno Nieto, box 2. Nieto neemt plaats. Die zal de laatste zijn. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn afgesprongen voor de Watt Bastard Farm Cup 4. Leno Nieto in het tweede spoor. Aan de binnenzijde zien we dan Parman. En aan de buitenzijde Sadiq. Het is Leno Nieto met Sadiq nu op de tweede plaats. Parman derde aan de binnenzijde. Verder weg in het veld Schrek OA met Oosterlitz One Night Stand. Aan de buitenzijde HB Maïssa. En laatste van het peloton is Joa. Als de paarden langs de rechter komen met een ronde te gaan. En dan heeft Sadiq de leiding overgenomen in het midden. Sadiq leidt aan de binnenkant Leno Nieto en aan de buitenzijde Parman. Dat zijn de leidende drie en die zijn heel dicht bij elkaar bij het indraaien van de Klingendaalbocht. Op de vierde plaats, daarachter komt dan Oosterlitz. Schrek die gaat er tussendoor en neemt de leiding over. Schrek heeft de leiding overgenomen en heeft nu een volle lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats is het Sadiq. Schrek de leider, Sadiq tweede, Parman derde, vierde Oosterlitz, vijf is One Night Stand, zes is Joe Aaf, zeven HB Maïsha en achtste buiten de baan geraakt op dit moment. Nummer 5, Leno Nieto. Leno Nieto is uitgeschakeld, is buiten de baan. En de deelnemers zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde, komen langs het laantje van Jochems. Met aankop op dit ogenblik nog altijd diezelfde leider. En dat is Schrek met Roy van Eck. Schrek heeft het commando. Op de tweede plaats daarachter is het Sadiq met dichterbij Parman. Parman aan de binnenzijde, Sadiq aan de buitenzijde. Dat is de situatie. Met verder weg dan Oosterlitz op de vierde plaats. Dan One Night Stand en Joe Aaf. En dat zijn de paarden die nog redelijk dicht bij elkaar zijn. HB Maïssa begint aansluiting te verliezen. En we gaan de laatste bocht in. Met Schrek nog altijd de leider. Schrek heeft anderhalve lengte voorsprong. Als de paarden halverwege de bocht komen. Op de tweede plaats is het nog altijd Sadiq en daarachter Parman. Met daarachter op de vierde plaats One Night Stand. Joe Aaf komt aan de buitenkant en Oosterlitz trekt ook nog mee. Vergeet de rest als we de laatste rechte lijn in komen. 600 meter nog af te leggen in de Watt Bastard Farm Cup 4. En het is nog altijd Schrek die leidt. Schrek heeft het commando en heeft twee lengte voorsprong op de tweede plaats. Sadiq aan de binnenzijde is het daarachter Parman. En helemaal aan de buitenzijde komt Joe Aaf naar voren. En we zijn in de laatste 300 meter. Schrek leidt nog altijd. Schrek met op de tweede plaats Sadiq, dan Parman en Joe Aaf aan de buitenkant. Met verder weg dan Oosterlitz. En we zijn dan in de laatste 200 meter. En de leiding, als de paarden de laatste meters inkomen, is nog altijd voor Schrek. Schrek OA is de leider en de winnaar met Roy van Eck. Op de tweede plaats volgt dan Parman. Daarachter is het Sadiq met Joe Aaf. Oosterlitz volgt en dan One Night Stand en HB Maïsha.